48 leden van de Stuiversvereniging zijn vanmorgen in verband met het 121-jarig bestaan van de vereniging gedecoreerd door vicepresident Ashwin Adin. De heren van Stuiversvereniging worden in de volksmond ook wel dragemangs genoemd. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Suriname dat dragemangs zijn gedecoreerd. Deze heren verzachten met hun liederen en mooie danspasjes het leed van rouwende families die hun geliefde naar de laatste rustplaats brengen. Vicepresident Adin zegt dat de taak van een drager eervol is en niet voor een ieder is weggelegd. Een taak die eerder als een roeping mag worden beschouwd. Ten slotte, naar de laatste rustplaats waar de overledene door u in het graf wordt neergezakt, hetzij in de oven of op de brandstapel gelegd. Veel discipline wordt van u als dragers verwacht in uw kleding, uw fysieke goede conditie, maar vooral in het maken van passen die synchroon verlopen als groep onder de lijkbaar. Dansend en zingend gaat u met de kist op de schouders naar het graf met de liederen als Nanga Palam Adego en Yanda Nana Kondri. En iedereen raakt betrokken bij het dansen, ook de nabestaanden. En wellicht klinkt het wat vreemd in de oren, het dansen, wanneer er iemand overleden is. De vicepresident zei verder dat het dansen vreemd bij bepaalde mensen overkomt. Bij anderen werkt het dansen juist troostend en helpt het bij het verwerken van emoties en verdriet. Het is voorts te waarderen hoe u vrijwel dagelijks moet verkeren tussen zoveel verdriet om u heen, waar u zich toch van moet kunnen afsluiten en uiteindelijk een voldaan gevoel hebben en positieve bijdrage te hebben geleverd aan wat voor de nabestaanden een heel kwetsbaar moment is. We mogen dankbaar zijn voor zulke mensen als u in onze samenleving en willen als regering met deze ereonderscheiding aan u vandaag onze dank betuigen aan allen die deze eervolle taak uitoefenen. Ik dank u. De gedecoreerden hebben de ceremonie afgesloten met een traditioneel uitvaartslied. Het is de eerste keer dat leden van de Stuiversvereniging zijn gedecoreerd en wel in de eremedaille in zilver en goud verbonden aan de Ereorde van de Palm. Ridder en officier in de Ereorde van de Palm en de decoratieplechtigheid vond vanmorgen plaats in de congreshal.